Ja, en bijna is het dan zover. Het Sky IJsgala staat weer voor de deur. Zaterdag 12 april is het dan zover. En hier achter mij zijn ze bezig met de laatste repetities. Maar het ziet er al wel heel spectaculair en leuk uit. We zitten hier nou nog eigenlijk een beetje alleen en verlaten hier op de tribune. Maar binnenkort is het weer zover, hè? Gelukkig wel. Binnenkort is ons IJsgala, 12 april, met de show Safari dit jaar. Waarin ook onder andere Michael Bogaert en Daria mee schaatsen, Thomas Kennis en Michelle Kouwenberg weer van de partij zijn. Dus super. Nou zijn wij hier tijdens de repetities, de laatste repetities. Ja. Lukt het allemaal een beetje? Ik moet eerlijk toegeven dat er nog kleine schoonheidsfoutjes in zitten, maar dat komt echt wel goed tegen 12 april. Ja, ze doen ontzettend hun best, dus ik heb er alle vertrouwen in. Nou bestaan jullie dit jaar ook 15 jaar, hè? Ja, klopt. We hebben inderdaad een jubileum. Vandaar ook dat we iets grotere namen dit jaar ook hebben gevraagd om deel te nemen. Dus zijn we ook heel trots op dat Sky al 15 jaar bestaat. Ja. Kaarten, zijn die nog te koop? Er zijn nog kaarten te koop. Alhoewel dat wel heel snel gaat nu. Maar omdat we ook 15 jaar bestaan, willen we jullie ook de kans geven om jullie kijkers 4 vrije kaarten weg te geven. Het thema dit jaar, safari. Jullie nemen ons mee op safari. Ja, dat klopt. En hoe gaat het eruit zien? Nou, we beginnen eigenlijk met een klassiek stukje van The Lion King. Dus iedereen die die Disney-film kent, die zal daar heel veel bekende figuren van langs zien komen. Ook de bekende nummers, Hakuna Matata, Pluk de Dag. Daar begint het eigenlijk mee. Vervolgens krijg je een stukje van Jungle Book. En dan na de pauze dan gaan we weer verder. Eerst hebben we echt een ranger stukje waar je dus echt mee op safari genomen wordt. En dan krijgen we ook nog wat losse dingen en we sluiten af met Rio. Gewoon een heel gezellig thema, hele leuke muziek. Dus gaat weer genieten worden. Hoe staat het ervoor met de repetities? Ja, het gaat goed. Er moeten nog wel puntjes op de i gezet worden overal. Laatste dingetjes voor decor moeten nog gemaakt worden. Laatste dingetjes uitgezocht voor de kleding. Maar zoals ieder jaar zal het allemaal weer goed komen. Ben je tevreden tot nu toe? Ja, zeker. Dus we gaan het zien. Ja, dank je. Ja, Maaike, we zijn hier bij de laatste trainingen voor dat het hier gaat gebeuren, de show van Sky Vereniging. Jullie zijn ook aan het trainen, want jullie doen ook mee dit jaar, hè? Ja, ze hebben mijn vriendin gevraagd van de vereniging of wij ook 2 nummertjes wilden doen. Dus ja, ik heb toegezegd om mee te doen. Dus ja, dan moeten we ook een beetje trainen, want het gaat niet zomaar vanzelf natuurlijk. Trainen jullie nou normaal ook of is het echt alleen puur voor de show? Nou, van de winter hebben we wel een paar keer getraind, omdat we een paar baantjes moesten openen van die kleine kerstmarktbaantjes, zeg maar. En dan moet je wel trainen. Maar daarna heb ik eigenlijk niks meer gedaan. Het is de eerste keer vandaag dat ik weer op het ijs sta. En dan is het wel weer even wennen. Dus we gaan volgende week nog 3 keer trainen. Want, Nou ben jij natuurlijk een sportman, hart en nieren. Je hebt altijd fanatiek en professioneel gefietst. Maar dit schaatsen, dat is toch weer heel anders, hè? Ja, dit is totaal anders. Maar ja, het is eigenlijk geboren omdat ik mee heb gedaan aan dat schaatsprogramma op tv, Sterrendans op het IJs. Anders had ik dit nooit gaan doen natuurlijk. En toen zijn we samen gebleven en dan is het ja, logisch dat je wel eens gaat schaatsen. Maar het is niet mijn normale sport natuurlijk. Maar ik vind het wel hartstikke leuk om te doen en ik ben altijd blij als het weer gelukt is allemaal. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. En het wordt weer een spectaculaire show. Ik zie hier al hoe ze aan het repeteren zijn. Wilt u er nou ook bij zijn?
Dan is de vraag, wat is het thema dit jaar van het Sky IJsgala? U kunt reageren naar redactie@omroeptilburg.nl en de kaarten liggen voor u klaar.